Ziyech bereikt. En dan gaat het snel. Dest. Tadic. Van de Beek sluit aan. Ziyech wordt gevonden. Randstraf op gebied. Hakim Ziyech. Goeie redding. Rebound. Goal. Geen goal. Wat een redding van Vellenreuter. Maar Huntelaar moet hem natuurlijk ook wel maken. Het is bovendien buitenspel. Maar toch, je moet hem maken. Hij heeft zo zijn bedenking, Huntelaar. Maar hier blijkt, het is ruim buitenspel van de 36-jarige spits. Veldman. Van de Beek. Goed overstapje. Noah Lang. En de bal via Jonk. Naast het Tilburgse doel. Heel slim overstapje van Donny van der Beek. Het was verleidelijk voor hem om de bal aan te nemen. Hoekschop Ziyech. En via Jordens Peters ketst die bal weg. En kan Willem II een aanval opzetten. Hier gaat Nunnely. Nunnely. Dest komt er niet meer bij. Nunnely gaat neer, maar het is een fair duel. Nee, zegt Kuipers. Strafschop. Strafschop voor Willem II. Gele kaart voor Serginho Dest. Begint deze aanval van Willem II niet met een hensbal van Heerkens? Dat is even de vraag. Ja, daar is sprake van hens. Wat is het advies van videoscheidsrechter Van Boekel voor scheidsrechter Kuipers? En gaat er misschien wel een streep door de Tilburgse strafschop? Nee, de penalty mag gewoon genomen gaan worden. Kort voor rust. Stream het fluitconcert. Maar de voorsprong voor Willem II via Mike Tresor Ndaye Chimier. En Willem II staat op voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Vrije trap is inmiddels genomen door Willem II richting Pavlidis. Aardig schot en een moeizame redding toch voor Onana. Daar was hij weer, Ndaye Chimier. Wat laat hij zich toch ook vanavond weer zien? Bord gaat omhoog voor Noah Lang. Hij gaat naar de kant. En voor hem in de plaats, Siem de Jong. Weer een voorzet van Tadic. Daar is Siem de Jong. Dest. Weer dat duel. Blind en Pavlidis. Dubbele wissel zo dadelijk bij Ajax. Mazraoui en Traoré gaan in de ploeg komen. Maar eerst is Willem II weg met Pavlidis. En met Dankerlui. Dankerlui. Kans om te schieten en hij scoort. Damiel Dankerlui maakt er 2-0 van. En passeert Onana. Wat wordt dat uitstekend uitgespeeld. En uitgerekend, Dankerlui scoort tegen zijn oude club. Willem II gaat vanavond stunten. Zo lijkt het in de Johan Cruijff Arena. Tadic. Mazraoui. Toch maar weer naar de zijkant. Tadic. Goeie bal. En daar Martinez. De grootste kans voor Ajax in de tweede helft. En gaat deze bal erin, dan heeft Ajax nog een minuut of zes. Ziyech. Vellenreuter. Kans nog voor Van de Beek. Bal op de lat. En in de rebound Mazraoui nog. Die een hoekschop claimt en ook krijgt. Maar daar was Van de Beek ontzettend dichtbij. Willem II wint in de Johan Cruijff Arena. Wat een stunt. Kijk naar de ontlading en kijk ook naar de boze blik toch bij Erik ten Hag. Een nederlaag die voor Ajax op een heel slecht moment komt. Een paar dagen voor die hele belangrijke wedstrijd in de Champions League
tegen Valencia. De eerste nederlaag voor Ajax in eigen stadion sinds 5 november 2017.